Terwijl de staat overtredingen afnemen, merkt de politie nu op dat voornamelijk bars, restaurants en eethuizen zich niet houden aan de lockdownmaatregelen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat de politie nog altijd bezig is met de controle op de lockdownmaatregelen. Ook de quick response team zijn volgens hem nog steeds erg actief. Daarop wordt er ook dus ingespeeld. De roadblocks worden nog gedaan, ook de brugcontroles. We hebben gemerkt de laatste tijd dat er ook wat contraband wordt in beslag genomen. Onder andere auto's, ecstasy tabletten, messen en andere zaken. Naar de feestdagen toe gaat de politie de controles opvoeren en ze gaan dus strenger optreden. Voor wat betreft de situatie van de 364 Cubanen en 3 Dominicanen te Zuidreen die de oversteek willen doen naar Guyana, merkt Amoksi op dat veel van deze mensen illegaal in het land zijn. Dat heeft een documentenverificatie uitgewezen. Het merendeel van de mensen daar zijn illegaal. Anderen hebben wel een status, het zij als asielzoeker of als geregistreerde vluchteling. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Hij heeft samen met andere collega's de gemeenschap geïnformeerd over actualiteiten in de gemeenschap.